zijn ook Kurt Weill aan het repeteren. Die Sieben Todsünde. Snap jij nou dat het nooit wordt uitgevoerd? Nee, daar begrijp ik helemaal niks van. Maar je moet wel een zanger hebben die het leuk vindt om te doen. Dat is één. Die het ook kan zingen, want het is geen makkelijke muziek. Nou netjes zingen? Ja, dat is de vraag. Ik had met mijn broer erover, die houdt heel erg van Kurt Weill. En die zei dat Weill zelf het mooi gezongen wilde hebben. Dus door klassieke zangers, omdat hij, dan vond hij de tekst nog enger doorkomen. Omdat het dan een soort ja, tegenwicht is tegen die verschrikkelijke rauwe teksten. Maar als je naar Lotte Lenia luistert en andere vertolksters, kan het ook heel mooi zijn als dat Duits, dat rauwige. Ja, ik vind het allebei. Het moet een beetje rauw, toch? Je moet eigenlijk de tekst proberen te vertellen zo goed mogelijk. Is niet van trinken, niet van zijn. Ja, heel mooi. Vanmorgen over de Neeltje Jans weer gekomen. En als het nou mooi weer wordt, is het hier helemaal schitterend. En jullie zijn hartstikke leuk natuurlijk. En mooi. Jullie spelen heel goed. Dus het wordt heel erg leuk. Dus ik zou zeggen, koop allemaal kaarten. Dankjewel.